Dit is N24actueel.nl. Het wordt vandaag zo'n beetje de warmste dag van het jaar. Ziet u daar tegenover? Nou, voor mij hoeft het niet, want ik ga daar buiten. Ik ga toch binnen zitten dan, hè. Tot een uur 4, 5 eten. En dan ga ik weer naar buiten, want dan kan het houden vanavond. Vanavond gaat het wel. Mevrouw Spierings, ja, u dacht van, ik ga toch maar even in de schaduw zitten. Ik zat net de hele tijd in de zon. Ik kan er niet tegen. Oud en versleten. Ja. Nee, maar wij hebben de zon hebben al veel gehad, want ik kan er niet tegen. De Hoge Klok heeft een hitteprotocol. Wat houdt dat hitteprotocol precies in? Nou, dat houdt in dat als het 25 graden of warmer is, met name 30 graden of warmer, dat we dan de bewoners extra goed in de gaten houden. Dat we zorgen dat ze genoeg drinken. Dus dat we ze voldoende water en andere drank aanbieden. Dat we ze goed in de schaduw houden. En dat we er goed op letten dat ze voldoende vocht hebben. Drinken, drinken. En het liefste water. En dat doet u ook meer dan anders? U heeft meer water dan anders tot u genomen? Ik drink regelmatig water, dus nee, ik denk wel dat het goed is zoals ik het doe. Drinkt u nou ook meer dan? Nee. Nee? Nee, maar ja, af en toe, waar ik me nooit bij zogenaamd altijd gedaan heb. U drinkt niet meer omdat het warm is, want ze zeggen altijd, ja, het is heel belangrijk om meer te drinken, hè, zeggen ze, maar u heeft het niet nodig. Nee, dat doe ik niet. Ja, ik drink wel, maar dat niet te veel. Vocht, dat drinken is heel belangrijk, hè? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, oudere mensen die hebben geen dorstprikkel meer, dus ze gaan weinig uit zichzelf drinken. Dus ze hebben niet in de gaten dat ze uitdrogen. En met name bij bepaalde medicatiegebruik, dan zien we dat mensen sowieso al genoeg moeten drinken, omdat het anders niet goed is. Dus daar letten we dan extra op. En die meisje Morris komt verzorgen, die zegt ook, denk er aan vandaag veel drinken. Die houdt het wel in de gaten, hè. Als ik veel moet drinken. Maar je moet dat kennen, drinken, hè. Ik ben hier zonder veel drinken geweest altijd. Nou, zitten de mensen heerlijk op het terrasje hier. Lekker in de schaduw. Een lekker briesje erbij nog. Ja, je zou zeggen, er is niks aan de hand op dit moment in Nederland. Nou ja, op zich denk ik ook dat ze hier erg goed zitten. Het is hier redelijk goed uit te houden. Ik begrijp dat de zon straks gaat draaien, begreep ik, hè? Dadelijk wordt het hier zonnig en dan wordt het hier erg warm. En met name de kamers van de bewoners, die zijn wel heel erg warm. Dus die proberen we ook goed te luchten, zonneschermen naar beneden. En dan toch proberen het zo koel mogelijk te houden. U heeft er niet zo'n probleem mee dat het zo warm is vandaag? Ik vind het helemaal niet erg. Ik geniet van de warmte. En zeker als er een fris windje is. En u houdt het lekker rustig vandaag? En ik kom eigenlijk altijd rustig. Ja, ik zeg het is zomer in Nederland en laat het nog maar eventjes mooi weer zijn. Hier hebben we zo lang naar uitgekeken, dus van mij mag het nog wel even dit weer blijven. En de Hoge Klok die komt de tijd wel door wat dat betreft? Ja, wij komen onze tijd zeker door en we hebben goede voorzieningen getroffen. We hebben een restaurant waar het heerlijk koel is, dus ja. Weinig, kan weinig gebeuren. Ja, in dat opzicht wel. De warmte zal ons niet tegenzitten, nee. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl